Ik zeg goedemorgen, dames en heren. Het is vrijdag 23 oktober en uiteraard zijn we weer live vanuit Den Bosch. En waar gaan we het over hebben vandaag? Dat kan natuurlijk niemand anders beantwoorden dan mijn goede vriend Hotze. Hotze, goedemorgen. Goedemorgen Rob. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het over op de klant en eindgebruiker gerichte innovatie en transformatie hebben. En dan zeg je, waarom zeg je dat zo expliciet, hè, die klant en eindgebruiker erbij? Dat is om te voorkomen dat het idee bestaat dat het gaat over pure IT en innovatie. Puur op de technologie gerichte innovatie. Aan de andere kant is het ook zo dat je... Ja, als je onze media een beetje volgt, als je onze congressen de afgelopen maanden hebt bijgewoond, dan zie je ook wel dat die innovatie en transformatie, ook al zijn ze zeg maar gebeuren ze aan de achterkant of in de kern van de organisatie, heeft heel vaak die eindgebruiker of die klant in het vizier. Maar dat gaan we er vandaag proberen uit te lichten. Dat gaan we doen. Ja. Helemaal top. Even terug nog naar jouw uitzending vorige week of die week daarvoor. Ik heb er ook weer wat van geleerd. We gaan het nog dynamischer doen. Oftewel, het was helemaal briljant. We hebben ook meteen de onderhandelingen met Matthijs stopgezet. Want we blijven het gewoon zelf doen, hè? Toch? Wat moet, dat moet. Ja. Dat bedoel ik. Dat betekent ook dat we weer een vol huis hebben. We hadden natuurlijk even wat schakeling nadat onze minister-president weer natuurlijk opriep. We moeten allemaal thuis blijven. Dan merk je dat gaat iedereen thuis blijven. Dus we hadden heel veel virtuele gasten de afgelopen weken. Maar vandaag, zoals u ziet, de studio zit weer vol. Hij is packed. En ik ga meteen beginnen met het introduceren, het rondje maken, voordat wij de diepte ingaan met de gesprekken van onze gasten. Wij hebben vandaag de gast Peter Hekking van ServiceNow. Peter, welkom. Dankjewel. Wij hebben Teun van de Vorm van DPG Media. Altijd leuk om een collega aan boord te hebben, zullen we zeggen, in ons vakgebied. Absoluut. Even in de keuken kijken. Even in de keuken kijken. En we hebben binnen Marco Witteveen van de garantie BBVA. Zo moet ik het goed zeggen. Ja, dat klopt. Dat is net weer gebeurd. En we hebben live, hij wilde toch even, toch stiekem zelf ook gewoon even zien. In de studio. Hij wilde snuiven, hij wilde het meemaken. Oftewel onze Tech Talk man, Ben van den Burg. Hallo. Ben, ook welkom. Bedankt. We gaan meteen beginnen. Ik zeg Marco, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jou natuurlijk als een echte bankier. ING, NIBC, nog even een uitstapje gemaakt aan de supply kant, met CGK. Maar nu weer Garantie. Wat is dat voor een bedrijf, Garantie BBVA? Ja, Garantie BBVA in het groot, hè, is nu een grote internationale bank. Hè. Wij als Garantiebank BBVA International in Amsterdam. Wij zijn dan eigenlijk de subsidiary van Garantiebank BBVA in Istanbul. Een bank waar ik zeer van onder de indruk was toen ik daar kwam in Istanbul. Omdat het volledig gedigitaliseerd was. Alle kantoren, geen papier meer. Mm. Dat had ik nooit verwacht, maar dat was echt ongelooflijk. BBVA is natuurlijk ook onze uiteindelijke moeder in Madrid. Is natuurlijk een zeer digitaal georiënteerde bank die eigenlijk vanuit de frontkant eigenlijk begonnen is met digitaliseren. En ja, dus daar zijn wij een onderdeel van. En ja, aan ons ook de taak om dat voorbeeld te volgen. Ja. Jij hebt twee jaar geleden heb je als CEO de Innovatie Award, hè, Most Innovative Leader, in de wacht gesleept. Toevallig zijn er ook twee juryleden vandaag in dat proces aanwezig van destijds. Met Ben en met Teun. Nog mijn dank. Ja, graag. Maar het was verdiend. Ja, okay, kunnen we nog even afrekenen op het einde. Ja. Maar was dat ook in feite in die combinatie met de vraag en de doelstellingen die Garantie heeft. Was dat ook in feite daarom de keuze op jou? Nou, ik denk dat de keuze was dat de bank in Amsterdam een vrij handmatig bank was, veel papier nog. En ook nog veel silo's. En die communiceerden met e-mail of communiceerden soms niet. Dus ja, dat moest wel verbeterd worden. Want het banklandschap is wel heel erg veranderd. Door reguleringen, door allerlei functies zoals de poortwachtersfunctie die we hebben gekregen. Waar de kranten van vol staan. Klantendossiers, knowing your client, transaction due diligence. In principe zijn wij een beetje in dat veld terechtgekomen. En daar creëer je dus ook een hele data-intensieve instelling door. Dus je moet veel meer op de data en datakwaliteit gericht zijn. Yep. Dat kan je niet als je handmatig bent, papier georiënteerd. Dus dan moet je ook echt daadwerkelijk digitaliseren. Want anders overleef je het niet in de nieuwe wereld eigenlijk. Ja, en daar zochten ze jou voor destijds? Daar hebben ze mij voor gezocht, ja. En daar zijn we mee aan de slag gegaan, zoals je weet. Helemaal goed. Ja. Ik schakel even over Teun. We kennen jou natuurlijk als een buitengewoon innovatief CEO. AWB,
USG People, vandaag de dag DPG. Ja. De persgroep media. Heel veel merken, labels en dergelijke. Wat is dat op dit moment, DPG? Ja, DPG Media is het grootste mediabedrijf van België en Nederland. En we hebben ook nog een deelneming in Denemarken. Een familiebedrijf, buitengewoon ambitieus en met een enorme passie voor mediaproducten. En die mediaproducten, dat zie je eigenlijk op drie terreinen. Nieuws, entertainment en services. En bij nieuws moet je dan denken aan Volkskrant, Parool, Trouw, Algemeen Dagblad. Bij entertainment aan Q-Music, in België aan VTM. En bij services mensen informeren en helpen de juiste keuzes maken. Dat doen we met Independer, Tweaker, Hardware Info hebben we ook in de groep zitten. Ja, we hebben een heel palet aan merken. En nu is daar net Sanoma Nederland bijgekomen. Met onder andere Nu.nl, Donald Duck, Libelle Margriet en veel avonturen bij de... Ik zie je meteen glimlachen, maar dat gaat niet vanwege de Donald Duck, denk ik, toch? Nee. Nou, ook hoor. Nee, maar ook vanwege het bedrijf. Het is een jeugdsentiment. Ja, absoluut. En het is ook een heel mooi bedrijf, gewoon met veel passie en drive. Het gaat enorm snel. Ja, en midden in een digitale storm eigenlijk van veranderingen. Hè? Ja. Heel die wereld digitaliseert en we koesteren de papieren producten. Want we zien nog dat daar heel veel markt voor is. Dat daalt eigenlijk minder dan we verwachten. Maar de toekomst is natuurlijk gewoon digitaal. En daar zetten we volop in de hele breedte van het bedrijf. Maar even los van die huidige businessdynamiek. Hè? Ja. We hebben natuurlijk denk ik al relatief vaak besproken wat COVID-19 voor effect heeft, hè, op de verschillende operaties. Maar wat was het doel, zeker de doelen voor jou? En waar ben je nu mee bezig binnen die context? Dus het belangrijkste doel voor mij toen ik binnenkwam ook was eigenlijk als opdracht van zijn een hele moderne IT-organisatie neer die DPG Media in die digitale storm het beste kan faciliteren. En daarbij wel de goede mix vinden tussen een hele goede IT-delivery, gewoon heel veel gave producten opleveren, maar aan de andere kant ook zorgen dat de kosten onder controle blijven, dat dingen als security en privacy goed geregeld zijn, dat mensen naar hun zin hebben. Dus in die mix het beste neerzetten wat er mogelijk is. Ja. Peter, even voor jou. Dus los even van jullie positie als ServiceNow. Maar herken je de dynamiek die de heren even schetsen? Jazeker. Als we gaan kijken vanuit ServiceNow, zien wij in de hele financiële wereld zien we heel veel beweging op dit moment. Bankieren zoals het was, zal het niet meer zijn de komende tijd. En eigenlijk het nieuwe mantra is gewoon eigenlijk werken vanuit data, intelligentie, weten vanuit data van wat je zou willen doen met je klanten. Maar ook dus de bewegingen mogelijk maken voor je medewerkers. En daar spelen wij eigenlijk heel sterk op in door gewoon het hele workflow management aan te pakken. En zoveel mogelijk dus gewoon in die hele digitale omwenteling dus mede gestalte te geven. Yep. Ja. Als ik even vragen mag, Marco. Is nou dat innovatie en transformatie in een gereguleerde omgeving nou moeilijker dan... Ja en nee. We moeten ons natuurlijk heel erg houden aan wet en regelgeving. We zijn natuurlijk verantwoordelijk als bank voor de stabiliteit en het vertrouwen in de financiële wereld eigenlijk. Mm-hmm. En het financiële systeem. Dus ja, wij moeten een aantal poortjes door voordat we naar de cloud mogen of wat anders. We hebben wel het geluk in Nederland dat we een Nederlandse bank hebben die daar heel open voor staat. Onze Spaanse collega's en Turkse collega's die mogen niet echt de cloud nog in. En wij als kleine bank maken daar gebruik van. Dus ja, wij worden daar natuurlijk moeten heel erg rekening houden met die reguleringen. Maar aan de andere kant, die reguleringen schrijven ook heel veel mooie dingen voor. Dat zien mensen als negatief, maar je kan het ook ten positieve keren. En dan gewoon te zeggen van, jullie schrijven voor welke data we moeten aanleveren. Die zijn heel goed gespecificeerd. Het is een marketstandaard. Dus laten we ons daar ook naar richten. En zorgen aan de frontend dat die data op de juiste manier wordt bijgehouden. Ja. En stel daar ook een data governance in plaats. Om in ieder geval met die data stewards die we hebben aangewezen. Die verantwoordelijk zijn voor set de data. Om dat ook gewoon goed aan te leveren. Ja. Dus regulering kan je ook goed gebruiken om je data goed te definiëren. Heel goed. We gaan natuurlijk straks eens even lekker inzoomen op het thema waar we het over zouden gaan hebben of zullen gaan hebben. Dus de klantgerichtheid. Ik moet toch even naar Ben. Ben, klantgerichtheid, even voor het gevoel.
Nou ja, wat je natuurlijk ziet is, toevallig deze week was ik met iemand bezig met een customer data platform. En dan wordt het natuurlijk weer, welke leverancier gaat dat allemaal doen? En dan ga je allemaal user journeys maken, klantgerichtheid, kijken wat de klant wil. En uiteindelijk zijn er allemaal user journeys gemaakt. En dan, dat nemen we mee in die tender die wordt uitgeschreven. En dan uiteindelijk is het toch weer iets van de CIO, die dan toch weer iets beslist. En dan, ja, dat is besloten, customer data platform. En dan daarna gaan we weer naar de business. Dus de combi business, dus mijn vraag was, is het nu toch weer technology push of is het nu toch weer een business pool? En dus die combi, merk ik in de praktijk, blijft toch meer uitdagend dan wij allemaal in dit domein graag toe willen geven en vaak zeggen. Ja. Ik denk dat we daar straks eens even op gaan inzoomen. Want ik denk niet dat iedereen het met je eens is, maar dat is altijd goed. Maar dat moet ook. Dat is alleen maar goed, want dan krijgen we een beetje wrijving. En zonder wrijving hebben we geen glans, zoals dat mooi heet. Laten we eerst eens beginnen om eens een kijkje te gaan nemen in de keuken van DPG Media. Ik denk helder, iets meer titels dan ICT Media zie ik. Maar ik kan nog wat doorgroeien. We zijn ook klein begonnen. Je zit ook klein begonnen, Teun, dacht ik, ja. Sonoma, stelde je net al even kort. Sonoma Media Nederland overgenomen. Ja. Betekent dat iets nieuws voor jou ook? Ja, absoluut. Dus de IT van Sonoma Nederland is direct samengevoegd met de IT van mij. Dat is een hele goede zet geweest. We hebben heel snel de samenwerking gezocht en dat ook in elkaar geschoven. En wat leuk is dat in de mediawereld is dat je ziet dat de culturen heel erg op elkaar lijken. Dus de mensen van Sonoma Nederland, dat klikt ook heel goed met de mensen van DPG Media. En wat voor ons betekent, we zitten nu in de fase van separatie en integratie. Dus een groot deel van de IT van Sonoma Nederland is verweven met de IT van Sonoma Groep. Dus dat moet eruit gehaald worden. Dat is voor ons een groot en gecompliceerd project wat in goede samenwerking met Sonoma Groep plaatsvindt en in januari klaar moet zijn. En parallel zijn we bezig met wat we dan noemen integratie-initiatieven om te kijken van hoe gaan we nu met die mooie merken van Sonoma Nederland hele gave dingen doen. Dus wij geloven heel erg in digitalisering. En we gaan dus ook kijken hoe we bijvoorbeeld Libelle, Margriet, maar ook Donald Duck, hoe we daar digitaliseringsslagen in kunnen maken om die producten nog aantrekkelijker te maken. Dus dat betekent heel veel voor IT. Dat betekent ook weer nieuwe investeringen. Ja. Mooi. Ben, even voor jou nog een vraag. We kennen jou als anchorman binnen BNR Nieuwsradio. Maar we kennen je ook vooral als de commerciële man van Triple.
Ja. Maar we kennen je ook als jurylid van de Most Innovative X of Y Award van CEO Magazine. Ja. In dat thema van klantgerichtheid. Wat hoop je nou vandaag op tafel te krijgen in deze groep? Nou, wat ik vooral, even naar Teun, wat ik vooral interessant vind is... Kijk, we zeggen allemaal data, klant in kaart, dat is de trend. En dat klopt, data gedreven, dat is ja, de trend. Maar dat wil natuurlijk nooit iemand toegeven. Want ja, dat is voor je PR en voor je verdere carrière natuurlijk niet zo handig om dat toe te geven. Maar in de praktijk, als je de diepte ingaat, zijn gewoon heel veel bedrijven... Ja, weet je, die moeten nog gewoon heel veel stappen maken dat je daadwerkelijk data gedreven bent. Dat je daadwerkelijk... ik was gelijk toen jij zei over Turkije, helemaal digitaal, geen papier, dacht ik, mooi. Dus dan denk ik gelijk van, zo, die zijn drie stappen verder. Dus, weet je, want heel vaak is het inderdaad nog, ja, papier. Weet je, vaak is het nog dat je, ze zeggen het wel, maar als je diep gaat, niet. Dus wat ik, dat soort verhalen van Turkije echt helemaal digitaal, denk ik, hé. Hey. Want kijk, wat je, als ik nog even door mag gaan, volgens mij blijft het erbij. En jij zei, mensen zijn het niet mee eens met mijn eerdere betoog over technology push of business pool. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar niet mee eens zijn, want, maar ja, zeg het maar dan, alsjeblieft nu. Want als je kijkt van hoe nu, je moet zeg maar in die business, die moet natuurlijk heel flexibel aanpassen wat de klant uiteindelijk wil. Dat kan je alleen maar doen als je die klant goed kent. En die combinatie, heel flexibel aanbod, dus de IT doet alles wat je wil. En precies weten wat die klant wil, die combi, ja, dat is de uitdaging voor de komende 40 jaar. En heel veel zijn al heel ver, ik weet het. Maar daar kunnen nog heel veel stappen. En absoluut, ik wil graag details, hoe we dat nu met elkaar gaan doen. En hoe we allemaal een stap kunnen maken om dat daadwerkelijk te doen. Maar dat gaat ook echt hand in hand. Hè? Dus digitaliseren van je producten. Dat moet ook beginnen met een passie voor goede producten te leveren. Want consumenten prikken er doorheen als je met rubbish komt. Je moet echt goede producten leveren. Die meerwaarde bieden voor de consumenten. Die entertainment bieden, nieuwswaarde bieden. Hun helpt in keuzes maken. Ja. En aan de andere kant moet dat samengaan met die datagedrevenheid. Omdat je daar de meerwaarde maakt in je product. Hè? Ja. Door goede recommendations te doen. En dat kan in de digitale wereld. Hè? Wat op papier niet kan. Het kan wel in een digitale wereld. Ja, maar dan wordt hij gelijk over interessant. Want als uit de... Dat doen we ook straks, hè. Maar als uit de customer demand blijkt van... Ik wil alleen maar blauw. Ik wil alleen maar blauw. Dus je valideert, hij wil blauw. Maar ja, dan doe je alleen maar wat de klant wil. En de klant heeft ook heel veel... Niet, weet je wel, gevoelens. En uiteindelijk wil hij eigenlijk rood. Maar hij weet niet eens dat hij rood wil. Moet je dan toch rood gaan maken? Of geef je hem gewoon blauw? Nou, dat soort intelligentie. Nou, als je daar innovaties op hebt, nou, dan denk ik... Ja. Dat maar toch denk ik wel, hè, dat je, als het gaat om IT-push en business-pool... Ik denk toch dat het twee krachten zijn. Want je hebt gewoon IT-push nodig... om uiteindelijk de business te laten kunnen laten doen wat die wil. Want op het moment dat jij aan de IT-kant... Hè, bijvoorbeeld je datahuishouding is een impopulair onderwerp bij de business. Want dat is moeilijk en dan moet je eigenaarschap lastig... moet handen en voeten geven. Ja. Terwijl zonder dat, hè, wat je echt vaak vanuit IT moet pushen... kunnen ze niks naar de klant in termen van een goede dienstverlening. Dus het is niet belangrijk. Ja, maar je moet ook kijken dat je het laagdrempeliger maakt. Hè? Want wat ik eigenlijk constateer is dat de business vaak zelf gewoon eigenlijk zegt van... ja, ik definieer wel wat ik wil, maar vervolgens leg ik het dan maar bij IT neer... en die komen wel met een oplossing. Maar in plaats van dat je die dialoog met elkaar zoekt... en eigenlijk dus gewoon door het laagdrempelig te maken... de business zelf eigenlijk laat werken van waar ze aan willen werken... ja, dat zie ik nog heel weinig gebeuren. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus ik zeg, Marco, naar jou toe. Wat voor ontwikkelingen lopen er aan jouw kant... juist op dat gebied van die eindklant, hè, die consument binnen garantie? Ja, we hebben eerst gekeken en van onze eigen huishouding eens een keer op orde te krijgen. Want je kan gewoon niet allerlei dingen gaan bieden. We hebben het voor de uitzending even over Asterix en Obelix gehad. Dat het is allemaal gedigitaliseerd, dan gooien ze in een kastje en dan rent er iemand naar de andere kant toe en die levert dat af. Ja, weet je, daar zit dan toch weer de bottleneck. Dus
Ik weet dat in het begin van het internettijdperk iedereen portals ging bouwen, maar daarachter was alles nog handmatig en werd het overgeklopt. Ja, daar geloof ik dus niet in. Nee. Dus we hebben echt gezegd, we doen een twee-stap raket. We zorgen eerst dat onze processen op orde zijn. Dat we de delivery ook kunnen doen wat we beloven aan de klanten. Laten we nou eens een lening op tijd uitbetalen in een paar uur na de aanvraag. En niet 3-4 dagen en wachten totdat je je geld krijgt. Laten we dat nou eens proberen al in 2 uur te doen. Daar hoef ik niks voor aan de voorkant te doen. Maar ik moet intern wel een heleboel oplossen om dat te realiseren. Maar daar zijn de klanten ook al heel blij mee. Ze hoeven niet alles op hun mobieltje en alles meteen te zien. Ze willen hun geld hebben, uiteindelijk. Dat lijkt me wel een primair dingetje, zullen we zeggen. Ja, dus... Ik zeg, laten we maar eens kijken naar hoe de klanten van Garantie blij zijn of niet blij zijn. Baba. Efendim, kızım. Ugi yok. Ona çok sevindim. Baba, gerçekten yok. Yani kurtulduk mu biz? Ugi, neredesin? Robot hiç kaybolur mu? Ugi. Şarjı bitmiştir. Ayhan Bey, buradayım. Ben sana dedim, robot istilası başladı. Sakin olun. Ugi, ne oluyor? Efendim, tüm Türkiye bu filmi görecek. Ama önce siz. Ha, öyle mi? Buyurun. Gel. Herkesin yürüyüşü sadece kendine benzermiş. Herkesin beyni yüzü kadar farklıymış, farklı işlermiş. Hayattan beklediklerimiz de bir o kadar farklı. Kimimiz sade ve huzurlu bir hayat, kimimiz hareketli ve gösterişli bir hayat, kimimiz tabiatın içinde, kimimiz şehrin ortasında bir hayat arayışında, kimimiz kendi işini büyütmek, kimimiz kariyer peşinde. Hepimizin hayalleri farklı. Ama onları gerçekleştirmek için gerekenler aynı. İstek, plan, bir de imkan. İstek ve plan sizden, imkan içinse biz varız. Siz sadece... Garanti. B-B-F-A. Deyin, imkanı biz sağlarız. Türkiye'nin teknolojide öncü bankası, dünyanın teknolojide öncü bankasıyla güç birliği içinde... Size daha fazla fırsat sağlamaya hazır. Garanti BBVA. Geleceğin fırsatları sizinle. Ya diyor ki, benim anladığım kadarıyla global bir güç birliği olduğu zaman diyor o... Baba, Garanti BBVA diyor. Evet, aynen böyle söylüyor. Kime söylüyorum? Kan je Garanti echt typeren als een digitaal bedrijf? Op dit moment? Nou ja, wat ik al zei, toen ik in Istanbul voor de eerste keer was... Ja, dan heb je bepaalde verwachtingen. Ik wist al dat ze redelijk ver waren in technologie. Maar ja, daar is het gewoon, mensen maken eventjes en zeggen... Oh, wil ik toch even naar de bank toe en toch nog naar een kantoor. Dat klinkt ouderwets, maar dat is het niet. Want ze pakken even de telefoon, maken een afspraak voor 3 uur. Doen nog even een lunchje, gaan dan door naar de kantoor. Daar staat een iPad, daar geef je aan wat je wil. Je krijgt een counter toegewezen, je bespreekt wat... en je tekent uiteindelijk een contract op een iPad. En dan loop je de zaak weer uit. Dus ja, daar was ik wel heel erg van onder indruk toen ik dat zag. Want zo zijn we in Nederland. We zijn in Nederland al best ver. Maar daar heb ik toch wel dingen gezien waar we in Nederland nog wel wat van kunnen leren. Ja, mooi. Ja. Teun, in dezelfde context. Is DPG al echt een digitaal bedrijf? Ja, ik denk als je eerlijk bent, dan zijn we een soort hybride bedrijf. Hè. We koesteren echt de print, papieren producten, kranten, tijdschriften. We hebben natuurlijk ook nog gewoon drukkerijen. Ja, dat is digitaliseerd natuurlijk ook, maar is in de kern geen digitaal product. Maar als je kijkt naar waar onze groeiambities zitten, dat zit het echt aan de digitale kant. En als je kijkt waar we investeren, aan de digitale kant. Dus ja, als we het dan niet zijn, dan worden we het echt steeds meer. Ja. En waar ben je dan aan het investeren? Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld met de overname van Sanoma Nederland, dus in de tijdschriften digitaliseren, wat best wel nieuw is, ook zelfs wel in de wereld. Daar investeren wij in en kijken wij hoe we een groter bereik kunnen krijgen en mensen echt beter van dienst kunnen zijn. Maar we investeren bijvoorbeeld ook in het product dat heet Streams. Dat is in België gelanceerd. Dat is eigenlijk een soort Vlaamse Netflix. We geloven echt dat er ruimte is voor een Netflix-alternatief met lokale regionale content, regionale series. Daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. Dus ja, dat zijn echt digitale investeringen. Dat is gewoon een streaming videoplatform. Ja, en we zijn nu ook aan het kijken bijvoorbeeld naar podcast, wat we daarmee kunnen doen. Andere is, puzzels, quizzes, digitaal. Ja. Wat je ziet in de krant, heel veel mensen lezen de krant, maar maken ook de puzzels die erin staan. En dat vergeet je vaak in die digitaliseringsslag.
We hebben een grote slag nu gemaakt de afgelopen zeg, anderhalf jaar. Om ook juist weer die puzzels aan de digitale versies toe te voegen. Ja. Daarbij ook interactieve quizzes. Ja. En dan krijg je ook weer die extra mogelijkheden van digitaal. Om dat je leaderboards kan bijhouden. Je kan je eigen score zien. Je kan als je bij wijze van spreken sudoku maakt zien hoe lang je erover doet. Hoe goed je bent. Dus ja, we proberen ook echt die extra kansen van digitaal daar te benutten. Ik hoor je dingen zeggen, dat geldt ook voor Marco. In deze context, wat betekent dat voor zeg maar, dat digital talent? Even terug te brengen naar... Wij zijn ook, Hots en ik, begonnen als blademakers. Je gaat tv maken, dan merk je toch dat je andere competenties binnen in huis hebt. Geldt dat ook voor zo'n omschakeling als binnen deze? Ja, absoluut. Ja, zeker. En dus je hebt steeds meer digitaal talent nodig. Wij worden ook steeds populairder als werkgever daarin. Zeker in België zijn we echt al bekend. In Nederland komt dat ook steeds meer. Het zijn toch wel hele gave dingen om aan te werken. Dus als mensen dat horen van... Hey, ik mag meedoen aan zo'n digitaliseringstraject van een Donald Duck of een Libelle Margriet. Ja, daar krijgen wij wel de mensen voor. Ja. Ja. Hoe geldt dat voor jou, Marco? Ik neem aan dat je cultuur ontmoet. Maar dan heb je natuurlijk best misschien te maken met een stevige Turkse kern, zullen we maar zeggen. Dat hadden we zeker. Toen ik startte was er een andere raad van bestuur geweest, want dat is uiteindelijk vernieuwd. Dat toch wel wat hiërarchisch was. Hè. Die bepaalde uiteindelijk wat gedaan moest worden en de rest dat voerde gewoon uit. Dat merkte je ook wel in de organisatie. Dat eigen denkvermogen en het zelf beslissingen willen nemen, dat moest toch wel wat meer... een start krijgen. Dus we hebben echt de mensen moeten pakken en groepjes van mensen van... jongens, we gaan digitaliseren, weten jullie wat het inhoudt? Daar hebben we veel over gecommuniceerd. Maar ik heb toen ook een aantal mensen uitgepakt. Ik denk, hey, die hebben er oren naar en die zijn we gaan trainen. Dus uiteindelijk, een bank is niet zo sexy als een mediabedrijf. Dus de Donald Ducks en zo, dat hebben wij niet. Maar we hebben wel de mensen de mogelijkheid geboden om... Zeg, als je geïnteresseerd bent, gaan we je trainen. We gaan je leren om anders naar je processen te kijken. We moeten ook naar end-to-end processen kijken. Je zal ook Lean Six Sigma-achtige activiteiten moeten doen. Het begint allemaal op papier. Dus digitalisering is een papieren exercise. Wat wil je nou eigenlijk? Pak eens een clean sheet of paper. En ga daar eens zeggen hoe je de ideale bank wil zien. Het ideale proces. Nou, dat vergt wel een andere manier van denken. En een aantal mensen hebben dat heel goed opgepikt. En we hebben uiteindelijk een olievlekwerking gehad. Door een aantal projectjes te doen waar die mensen successen boekten. Successen werden gezien. Andere mensen wilden zich aansluiten. En dat werd een soort religie binnen de bank. En dat is wel heel mooi om te zien hoe die olievlekwerking heeft uitgepakt. En dat iedereen nu praat over Lean, Six Sigma, digitalisering. Hoe kunnen we dit doen? We hebben nu robotics geïnstalleerd. RPA zijn we nu bezig. Dus ja, je ziet wel dat mensen veel meer openstaan voor digitalisering. En ze zien ook dat er een sense of urgency was. Er was een must om het te doen. Ja. En dat helpt wel heel erg. En die is nu nog een keer versterkt? Die is zeker versterkt, omdat mensen ook de resultaten ervan hebben gezien. Mensen kunnen van papier schuiven naar value-added werk. Ja. En dat is voor hunzelf ook natuurlijk een hele stap. Ja. En sommige mensen maken dat, die maken die stap. En sommige mensen maken die stap niet. Ja, en uiteindelijk moet je daar afscheid van nemen. Het is niet anders. Ja, het is niet ik zeg, Hots, even een tussenstandje. Ja, nou ja, ik was wel nieuwsgierig eigenlijk naar... Want je hoort eigenlijk twee dingen. Hè. In zekere zin, allebei CIO's, als ik er daar even op focus... eindklant heel duidelijk in het vizier. Vanuit garantie is een duidelijke filosofie om bij de kern te beginnen... bij het proces te beginnen, bij de basis... en uiteindelijk vanuit daaruit naar de klant te werken. BBVA had een iets andere volgorde, zoals je vertelde. Begon bij de klant, maar komt dan uiteindelijk... achteraan bij de processen mogelijk in de knel. En bij DPG Media speelt een hele andere dynamiek. Dan heb je allerlei waardestromen naar hele specifieke consumenten, naar hele specifieke eindgebruikers. Ja. In een totaal versnipperd landschap, lijkt mij. En waar ik wel benieuwd naar was, en dat is dan de vraag aan Teun, hoe jij zeg maar, die synergie, die achterkant op orde, zeg maar, voor al die verschillende kanalen faciliteert. Ja, dat is een van de grootste uitdagingen aan de IT-kant inderdaad. Hè. Dus wij zijn heel erg gericht op de consument. En daarvoor een hele goede media-ervaring te bieden. Aan de andere kant zijn we een acquisitiebedrijf. Dus ja, jaarlijks hebben wij overnames en groeien we daarin. Dat betekent aan het IT-landschap een enorme versnippering.
ja, die we stap voor stap moeten oplossen. En daar is ook aan de top van het bedrijf wel veel aandacht voor. Dus we hebben een aantal grote programma's lopen die ervoor moeten zorgen dat onze abonneesystemen harmoniseren, dat onze financiële systemen harmoniseren, dat onze editing of laten we zeggen redacteursystemen harmoniseren, advertentiesystemen harmoniseren. Maar dat zijn langdurige trajecten en het is echt moeilijk om het tempo aan de voorkant bij te houden. En we zijn continu proberen we daar oplossingen voor te bedenken. Hoe kunnen wij sneller die integraties doen? En ook naar de toekomst toe, hoe kunnen we dat nou sneller doen? Met die klant ook, die eindklant in het vizier? Ja, altijd. Daar begint het bij ons uitdrukkelijk mee. Ja. 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 Ik hoor een mooi bruggetje voor het tempo maken naar de voorkant. Ja. Dus ik schakel even door naar Ben. Het tempo maken aan de voorkant. Neem ons eens mee in jouw wereld van innovatie, Ben. Oftewel, wat zie jij op dit moment als ontwikkelingen? Nou, als je kijkt tempo... Nou, zeg maar deze week. Of wil je gewoon langer? Ik zou niet meer dan 2 weken teruggaan, hoor, want dat is oud nieuws. Ja, nou ja, ik bedoel, omdat wij nu met klantgericht... En ik had deze... Kijk, wat mij ook altijd opvalt, ik had vaak op papier... Weet je, ik had vandaag van de week weer met een partij... had ik een gesprek, lang gesprek, was boeiend. En ik denk, jeetje, wat klopt het? Weet je, de klant centraal en daar alle services omheen. Mooi, weet je, dat willen we allemaal. Het gaat om de klant en wij bieden allemaal aan wat die klant wil. Die klant heeft een klantreis. Iedereen zegt daar een 10 tegen. Dat willen we. Maar dat weet Teun ook. Weet je, Teun zegt, ja, dan moet ik integreren. Nou, en wij weten, holy moly, daar heb je een login systeem. En die gebruikt Gigia en die gebruikt onze eigen, weet je, we hebben een Akamai, Siam oplossing. En hoe gaan we dat doen? En dus wat mij opvalt, weet je, we kunnen je allemaal verhalen vertellen. Het is natuurlijk het interessantste als ik, zeg maar, daar innovaties in zie, hoe dat slim is opgelost. Ik denk van, jee, Teun, wat mooi dat je, weet je, die systeem in één keer, je hebt een tussenlaag waardoor dat wel lukt. Weet je, dat vind ik altijd het meest interessante. Ja, en daar geloof ik ook wel in, die tussenlaag oplossing. Dat integreren is niet altijd een doel op zich. Hè? Nee. Het doel is natuurlijk een hele goede dienstverlening. De kosten aan de achterkant laag houden. Efficiënte processen. Modulair bouwen. Weet je dat? Dus soms laat je die legacy, laat dat dan ook maar even staan. Ja. Als het nog een tijd mee kan, dan zet er een laag bovenop die de informatiestromen combineert tot één nieuwe informatiestroom. Als je die verbindingen maar kunt leggen, inderdaad. Ja. Want wat ik heel vaak zie is van dat men dus gaat kijken van, oh, dit wordt mijn landschap. Hoe moet ik in mijn landschap, moet ik bij mij spreken, dus nou de tussenlagen bouwen, maar die verbindingen allemaal gaan leggen. Maar begin gewoon heel simpel eens gewoon te kijken van, wat wil je nou bewerkstelligen? Ja. En alle componenten die er zijn, zijn niet per direct altijd fout. Het kan best zijn dat je gewoon door andere combinaties te leggen, door slimmer om te gaan met bijvoorbeeld workflow management, dat je dus gewoon in feite eigenlijk al je doel bereikt. En daarmee voor jezelf rust en ruimte creëert om eigenlijk dan te gaan werken aan je landschap. Om het te maken zoals je het uiteindelijk wilt hebben. Ja, in de wetenschap dat het ook nooit klaar is. Nee. Dat zegt onze CEO ook altijd. Jij bent nooit klaar. Want dan komt er wel weer een volgende overname en een volgende overname. Dus je moet de ambitie hebben om het continu beter te doen. En proberen gelijke tred te houden met die overnamestrategie. En af en toe misschien wel een inhaalslag te maken. En dan doe je het al goed. Ja. We hebben 2 klantvoorbeelden van jou zelf, Ben. Laten we daar eens even naar kijken met de toevoeging van wat zien wij straks. Ja. Ik zeg voorbeeld nummer 1 van Ben, Ajax. Thank you.
Ja, met natuurlijk het risico dat er in de studio wat zou gaan gebeuren. Als je Ajax op het beeld zet. Zeunekeut was al een beetje aan het morren in de hoek. Ja, ja. Die stond al klaar. Ja. Ja. Maar het is dicht gehad. Dit is eigenlijk onafhankelijk van een club. Het gaat erom wat voor ervaring heb je als je naar... Als je je voelt je verbonden met een club. En wat voor ervaring heb je met die club? En dat heb je niet alleen als je naar het stadion gaat. Maar dat heb je ook gewoon door de week als er nieuws is wat ze doen. Nou, en wat ik in dit geval Ajax, omdat het een klant is van ons, echt mooi vind. Dat die gaat daar gewoon 4 stappen verder in. Dus als jij daar in vergelijking met... Er zijn clubs die dat goed doen. Natuurlijk ook budgetair, dat snap ik allemaal. Maar weet je dat je... echt bedenkt van, want je zag in het begin de familie, de zakenman die er naartoe gaat, de keiharde fan. Hoe bedien je die nu allemaal? En dan heb je dus workshops gewoon met iedereen. En dan ga je dus helemaal uittekenen. Eigenlijk wil je dit, dat smoezelen 10 dagen van tevoren. Dan zie je, hey, je kan met vrienden, kan je, weet je, de wedstrijd wordt, dus dit wordt de uitslag of dit wordt de uitslag. Ticket makkelijk scannen. Dus dat je die hele beleving in kaart brengt. En dat je dat dan, nou ja, dat je denkt van, nou, dit is heerlijk. Ja. Want dat is opvallend, hè? Als je bij de grote techbedrijven in Amerika is allemaal seamless, smooth ervaring. Ja? En ik snap het allemaal budgetair. En ik kijk even, want ik heb natuurlijk heel veel DPG Media, weet je, ben ik natuurlijk ook zeg maar klant van. En ik snap het budgetair. En wij maken zelf de Smart TV apps voor Teun. Dus wij zitten daar middenin. Maar de ervaring van die klant die moet zo centraal staan. En dat we die achterkant, onze taak, iedereen die kijkt... Mm-hmm. Dat moeten wij zorgen dat het wordt ingevuld. Absoluut. En dat het flexibel is, wat ik net zei. En weet je, dat gebeurt. Maar daar begint het mee. Ja. En ik vind dit, en dat doet Ajax, ja, die heeft er ook heel veel focus op. Hè. Ook in de backend allemaal. Weet je wel, helder. Dat goed doen. Marco, spreek zo'n voorbeeld jou aan. Ja, mij los wel, ja. Van Ajax even in dit geval, maar even vanuit jouw rol en garantie. Nou ja, ik zou het heel ik vind het echt prachtig als je zo'n belevenis. Maar de vraag is, wij zijn natuurlijk een corporate bank en die hebben wel andere verwachtingen weer als retail, toch wel. Ondanks dat het misschien wel wat meer naar elkaar toe gaat groeien. Ja, want je hebt een ander type klant. Ja. Maar als ik een corporate, dan heb ik ook gewoon mijn behoeften en mijn verlangens. Ja. En maar wat ik wil nog even over... Wat straks, als je die laat zien, hebben wij een Citizen M voorbeeld. Laat je die zien? Ja. Ja. Wat mooi is, zelfs de CEO van Citizen M deed mee in de design sessies. Ja. Hè? Dat zegt echt heel veel, hè? Ja. Dus die zijn zo betrokken. Dat, dus wat maak ik voor die klant? Ja, het is ongelooflijk. Ik zeg, laten we maar eens kijken naar dat voorbeeld. En dan gaan we weer even door discussiëren. Het voorbeeld Citizen M. We'll be right back.
Ja, mooi voorbeeld van onze vriend Michael Levy. Ja. Je noemde het al. Ben, wat zien we? Ik wil een paar elementen noemen. 1, brand. Stel je voor, straks is alles smooth. Alle customer experience zijn een 10. Wat is je onderscheidend vermogen nog? Dat gaat natuurlijk nooit lukken dat het een 10 is. Want de customer experience, de expectations van customers, wordt natuurlijk steeds meer. Ja. Dus je probeert daar voldoende aan te voldoen. Maar brand, dat zie je hoeveel aandacht, is best belangrijk. Tweede element, business case. Wat kost het? Of wat levert het? Nee, wat kost het? Citizen M, als ik mijn kamer boek via een app die ik zelf heb gemaakt, of via Booking, Google enzovoorts. Dus de business case om zo'n app te maken is natuurlijk gunstiger. Want het gaat direct naar jou. Dus je moet, vind ik, alles wat je maakt, logisch, maar dat vergeten mensen wel, want we coole dingen maken. Dus 2, 3. Wat denk je, integratie met daar de back-end systemen om zo een user experience te maken? Teun, ik ga helemaal mee. Weet je, fantastisch. 4, en dan stop ik echt. Over innovatie. Weet je wel, dat je direct al toen ze begonnen, 2007 uit mijn hoofd, of het was 8 was het, hadden ze direct, we willen de meest technologisch advanced enzovoorts. Dus dat je, ik vind het grappig dat je je kamer inkomt en je zegt, en nu gewoon met je eigen app, niet meer met zo'n tablet, kan je de temperatuur bedienen. Het is ook, weet je, dat geeft ook temperatuur bedienen, luxe flex naar beneden of niet. Dat vind ik ook mooi, hè, want jij noemt dat 5 dingen. Ik zeg, er zijn nog 6 en 7 vallen mij ook op hier in dit filmpje. En dat is, het is niet zo pusherig als sommige andere websites die zeggen, joh, laatste kamer, de laatste vlucht beschikbaar. Dat irriteert. Ik geloof niet in dat model. Ik ook niet. Nee, dat is een aantal partijen kunnen dat maken omdat ze marktmacht hebben, maar dat gaat er helemaal uit. Mooi, Teun. Ja, en de volgende die mij echt opvalt daar is de simpliciteit van de user interface. Ja. Heel klantgericht, maar ook heel simpel. Ja. Geen overdosis aan informatie. Precies wat je op dat moment wil weten of nodig hebt. Dat staat op je scherm. En niet met een hele bunch aan informatie en andere dingen daaromheen. Ik vind dat heel krachtig aan dit concept. Ja. En ik geloof ook dat daar dat veel bedrijven over nagedacht. Er is over nagedacht. Ik voel, het bloed gaat sneller stromen. Hè. We worden er enthousiast van. Dat is alleen maar goed. Even terug naar de realiteit. Want ik hoor 3 keer duidelijk zeggen van ja, die achterkant, die integratie. Als ik dan bij jou die vraag mag neerleggen. Wat vanuit jouw ervaring, hoe zie jij dat dan naar die ontwikkeling? Je ziet workflows, je ziet value flows. Hoe zie jij die ontwikkelingen? Nou, ik ben het helemaal mee eens, Ben, ook wat je zegt en wat jullie aangeven van die seamless experience, die is heel erg belangrijk. Maar die seamless experience, die kun je eigenlijk alleen maar bewerkstelligen als je ervoor zorg draagt dat het hele apparaat erachter dat gewoon volledig kan faciliteren. En waar wij ook naar kijken is, en wat heel veel mensen vaak vergeten is, van als die voorkant er maar goed uitziet, maar dan zeg ik erachteraan, zeg ik wel eens van, en wat dan? Want als je die kamer inkomt en je probeert je temperatuur in te stellen en dat werkt ineens niet, dan wordt een experience ineens heel anders. Dus het hele eigenlijk samenspel van workflows, maar dus ook interactie met systemen, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Als je als klant van een bank op straat loopt en je doet je betaling en je denkt ineens 5 minuten later van, oh, wacht even, dat had ik niet willen doen, dan moet het niet bij wijze van spreken teruggaan binnen een organisatie, dat je dus dat volledig handmatig moet gaan oplossen. En dat jij als consument bij wijze van spreken dagenlang voor moet kijken van, krijg ik inderdaad wel weer wat ik probeer te corrigeren. Dus daar kijken wij ook heel erg sterk naar, dat wij zeggen van, de klantervaring, dus de eindklantervaring is heel erg belangrijk. Maar even zo belangrijk is dat medewerkers, dus gewoon in een organisatie, continu overzicht hebben dat als die klant terugkomt van, wacht even, ik heb even een net minus experience, hoe kan ik dat aanpakken? Hoe kan ik in 1 overview zien wat er gebeurd is? En kan ik eigenlijk dus gewoon dat terugkoppelen van die eindklant meteen weer naar een goede ervaring omzetten? Helder. Maar dat los je niet alleen op met technologie. Hè? Dat los je ook met governance, met het organiseren van je end-to-end processes. Mensen voorin, en dat is het voorbeeld wat jij gaf, die weten soms niet wat mensen achterin doen. Dus soms moeten zij een activiteit hier doen om het hier, de hele experience, veel beter te maken. En so be it. Dan moet jij een stap extra doen wat je misschien niet wil, waar je niet de noodzaak voor inziet. Maar als je weet dat het voor de hele experience van de klant daadwerkelijk een versnelling van het proces oplevert, zonder dat ik ook maar over technologie heb gesproken, dan denk ik dat je heel goed bezig bent. Want dan werk je als een team om die experience te doen. En niet als silo's die ieder hun deeltje doen, maar ze weten van elkaar niet wat ze leveren. En dat is de grote fout die een heleboel bedrijven maken, en zeker banken. Ja, je zou ook echt dingen moeten simplificeren. Ja, en daar begint het mee. Hè. Ja. Dus in de
Wilson even in die papierenwereld is het toch best wel wat breedloop geweest in type abonnementen bijvoorbeeld. Ja, in de digitale wereld, dat zie je ook bij Netflix bijvoorbeeld of bij Spotify. Er is bij wijze van spreken maar één type abonnement. En je kan alleen maar digitaal contact hebben en niks met heel veel varianten. Dus wij zijn ook echt bezig dat weer terug te dringen naar simpliciteit. Hè, daar begint het mee. En de klant vraagt ook niet aan complexiteit. Helemaal. Complexiteit wordt bij ons gemaakt door de accountmanagers die iets leuks meer op de markt willen brengen. Maar niemand vraagt erom. Nee. Maar de back-office heeft er gewoon veel meer problemen mee. Ja. Dus... En uiteindelijk, de klant heeft er last van. Hè? Als wij veel complexiteit introduceren aan de achterkant, worden uiteindelijk de kosten hoger. En dan zal dat toch iets aan het tarief betekenen. Ja. Dus simpliciteit heeft iedereen baat bij. Maar iedereen in de chain moet weten dat elke beslissing een bepaalde consequentie heeft ergens. Ja. En als je daar niet met z'n allen aan werkt om daar bewust van te zijn en daar samen aan werkt, dan gaat automatisering je niet helpen uiteindelijk. En daar transparant overzicht over hebben van wat gebeurt er en hoe kan ik wat dat betreft dus gewoon iets wat misschien als negatief wordt ervaren, eigenlijk meteen weer naar iets positiefs terugdraaien. Ja. Hoe helpen jullie die CEO nu? Als je nu hoort naar dit soort verhalen, hoe kijken jullie daar als ServiceNow? CIO, dat is een rol binnen een organisatie, vinden wij heel erg belangrijk. Want daar zit met name dus, jij noemde het Marco, van het is niet alleen maar techniek, maar heel veel is toch in deze digitale tijd toch wel technisch enabelen van diverse stakeholders. Maar wij zien een CIO eigenlijk als een spil naar de hele organisatie, maar eigenlijk ook degene die de handreiking zou moeten maken naar de organisatie van wat wil je bereiken, hoe wil je dat bereiken? En natuurlijk ligt daar helemaal aan de voorkant je eindklant, maar ook hoe zorg je er gewoon voor dat je medewerkers daar volledig in meegenomen kunnen worden. En dat hele samenspel op de rit zetten, dat is vaak niet een nieuwe applicatie kopen of ergens een nieuwe cloud-omgeving inrichten. Dat zijn in feite eigenlijk de gevolgen van in feite eigenlijk het samenspel, het opstellen van wat je wilt doen. En daar zijn wij altijd heel erg druk mee bezig, om eigenlijk eerst die vraag goed boven water te hebben. Wij worden vaak ook op het moment dat we binnenkomen worden gezegd van ja, maar dan komen jullie waarschijnlijk allerlei applicaties vervangen. Nee, hoezo? Het gaat er eerst om van wat wil je nou bereiken voor je eindklant? En dus het samenspel dat een CIO meer een enabler wordt voor ander C-level, dat vinden wij heel erg belangrijk. Ja. Ik zeg, laten we maar eens een kijkje nemen in de keuken van ServiceNow. When your customers count on you to manage their money, their loans, their mortgages, they might imagine that the managing part is pretty straightforward. So when something goes wrong, they expect an instant fix. Say, for example, a payment gets misrouted. Easy to sort out, right? Not if your people are operating on fragmented technology and manual processes. They may be spending hours every day on problems like this. Hours to find the error, track the information, recover the funds. And if your teams are dispersed, the problems only get more complicated. ServiceNow Financial Services Operations changes all that. It's a front-to-back platform, purpose-built for financial services, that digitizes core operational processes. So that now, from front office to middle to back, the barriers come down, the workflows speed up, and your employees? Well, no matter the transaction, no matter the request, it just got easier. For instance, that payment. Now, wherever they are, your employees can instantly, securely, track it, recover it, reroute it. Problem solved. That's ServiceNow Financial Services Operations. Operations digitized and streamlined to create better workflows for your employees and better results for your customers. Mooi voorbeeld, zeker in de context van een aantal zaken die Marco net, denk ik, aangaf. Ik neem aan dat dit finance vervangen kan worden door retail, manufacturing en dat soort zaken. Binnen in feite, dit is gewoon een van de voorbeelden die we dus hebben. Maar waar het om gaat in feite eigenlijk is ook dat je dus ook een stukje wat eigenlijk altijd achter de schermen is geweest van operatie van Namport, eigenlijk welke industrie, dat je dat gewoon dichter bij de eindklant brengt. Maar de eindklant dus ook de mogelijkheid geeft om gewoon zelf in te kunnen grijpen. Ja. Waardoor je dus een betere ervaring krijgt.
Ja, helemaal goed. Wat ik toch nog even ook wilde aanraken is dat leiderschap, dat persoonlijke. Marco, als ik dat met jou mag beginnen. Ben jij een beetje de verpersoonlijking van leiderschap? Als ik kijk naar die as van kijken naar technologie, maar heel bewust in die processen daar beginnen, naar die voorkant. Dat is een beetje de rode draad wat wij in ieder geval zien. Nou ja, de rode draad is zeker qua leiderschap dat je de purpose moet uitleggen, de doel waar je uiteindelijk naartoe wil. En dat je ook met elkaar problemen gaat oplossen en dat je dat ook duidelijk krijgt. Dat je dat ook gaat organiseren en ook duidelijk maakt wat je daar allemaal voor moet doen en wat je van de mensen verwacht, wat zij moeten leveren om dat ook te realiseren. Mijn leiderschap is toch wel meer wat ze noemen in de volksmond participatief leiderschap. Ik wil gewoon, ik heb wel een plan, ik heb een visie. Ik ben redelijk geel van kleuren als je naar de kleurenschakeringen krijgt. Maar ik heb daar goede mensen, zoek ik daarbij om samen met mij die dat uit te dragen, maar ook daar veel over te communiceren. Dus ik denk dat de eerste maanden van mijn aanstelling was alleen maar het maken van een plan. Kijken of ik de sense of urgencies heb geraakt. En dan communiceren en dan feedback krijgen uit de organisatie. Om te kijken, heb ik de snaar geraakt? Ja. Willen we er ook met z'n allen aan werken? Als er geen commitment is van de organisatie en dat de mensen ook niet willen veranderen, dan kan je heel hard blijven schoppen, maar dan verlies je veel energie. Is het in deze context dan voor jou makkelijker binnen jouw rol als COO, waarin je ook boardmember bent, maar ook die IT-portefeuille hebt. Nou, ik dat heb je die schakeling kan doen, proces, people. Ja, nou ja, ik heb dus bijna bij alle banken een gecombineerde rol gehad. Ze noemen dat dan de COO, Chief Operating Officer, whatever is the name. Maar ik ben altijd verantwoordelijk geweest voor de day-to-day operatie. Payments en leningen en alles. Maar ook voor technologie en informatiesecurity. En dat drieluik bij elkaar, dat geeft wel dat je besef hebt dat je ook aan de processen wat moet doen. Want ik zie ook de mensen daar natuurlijk worstelen elke dag met hun handmatige processen, de silo's, de e-mailcommunicaties die niet goed overkomen. Dus die combinatie maakt het gewoon heel erg sterk, denk ik. Dat als je dat kan combineren op een goede manier en ook het gevoel hebt dat je met technologie heel wat kan oplossen, als je het besef hebt wat je ermee gaat oplossen. Ja, dat is wel grappig. We hadden een paar weken geleden hadden we Frans Woelders ook in de uitzending. Tegenwoordig COO bij Danske Bank. Ja. Ook daar de IT in de portefeuille. Oftewel, het lijkt wel een soort rode draad dat de banken, de mannen, de COO's, ook de CIO zijn. Ik weet het niet of het bij alle banken zo geldt nog. Er zijn nog banken waar de CIO nog steeds aan de CFO rapporteert. Dat was eigenlijk een beetje traditioneel. Hè? Het zien van IT als kostencenter. Maar dat is, ja. Ik zie altijd, en dat moet ik zelfs nog in de huidige rol moet ik dat nog vertellen. Ja, we moeten gaan bezuinigen ook op IT. Ik zeg nee, als ik een heel goed businessplan heb, waarbij ik aan de voorkant heel veel kan bezuinigen of andere dingen met IT, dan geef ik liever heel veel aan IT uit. En dat ik dan betere processen en beter value-add kan leveren naar de klanten toe. Ja. Dan zie ik dus IT niet meer als een kostcenter. Je moet het gezien als een enabler, als deel van het geheel. Ja. En dat is nog wel eens moeilijk. En als het onder een CFO valt, dan wordt er heel vaak toch wel gekeken naar de kosten in plaats van ook naar de business case aan zich. Helder. Ja. Ik ga je toch vragen om even de camera te nemen zoals die heet. Hij staat in de boekenkast. De tip of trick van Marco voor je collega's? Nou ja, wat ik al een paar keer heb gezegd. Je moet in de organisatie een sense of urgency hebben om echt het digitaliseringsproces te gaan inzetten. En je moet klein beginnen. Je moet niet in één keer je hele legacy wil weg hebben. Wij hebben gezegd, caging the animal, ons monolithisch systeem willen we migreren uit out of legacy. Dan ga je kleine stappen nemen om dingen naar een ServiceNow of een Out Systems, wat wij dan hebben, te brengen naar een low-coding based platform. Daar moet je innovatie voor gebruiken, daar moet je nieuwe technologieën voor gebruiken. Dan begin je klein, je hebt een aantal successen en dan krijg je die olievlekwerking. Dan gaan meer mensen zich aansluiten bij de community, om het zo maar even te zeggen. En dan krijg je de verandering en dat wordt een sneeuwbal. En dan wordt het makkelijk. En op een gegeven moment, mensen wisten helemaal niet wat agile was. Nu werd op een gegeven moment bijna in elke zin van de managing board werd agile genoemd.
Ja, dat is dan ook wel heel leuk. Dan moet je ook op gaan passen, hè? Ja, dan moet je ook gaan oppassen. Nee, maar ik bedoel, mensen wilden wel zo gaan werken. Ja. En wilden ook de powers wat meer gaan delegeren naar de teams toe. Om die dus ook de beslissingsbevoegdheid te geven. Waarbij we voorheen 2 projecten deden per jaar in een kleine bank, zoals wij waren, 260 man, doen we er nu 18. Ja. En ze lopen allemaal redelijk vloeiend door puur die governance goed te krijgen en om de mensen ook gefocust te krijgen. Helder. En succes te boeken. Hè? Zonder succes geen digitalisering. En vieren ook. En vieren. En vieren. En heel veel vieren. Ja. Dat doen Dank we ook. Dank je. Ik zeg Teun, rol bij DPG anders dan bij ANWB, neem ik aan? Ja, best wel. Ja, zeker. Zeker. Er zijn veel dingen waar het echt wel op elkaar lijkt. Maar ja, het verschil is toch ook wel het type bedrijf. Hè? Dus DPG Media is in die zin toch ook wel een commercieel bedrijf. Creatief, heel snel. Ook de toon uit de top is daarin net anders. ABB was toch wel heel ver in het delegeren en heel veel laag in de organisatie laten. Waardoor je in de top een wat bestuurdersachtige rol hebt. DPG Media is ook aan de top wel heel erg hands-on. Ik maak ook mijn eigen powerpoints of slides en dat soort dingen. Dus dat is best wel even een verandering in de manier van werken. Dat komt ook een beetje uit. Ja, dat is een beetje ook wat in België ook wat gangbaarder is. Maar wat ook wel de basis van het succes van het bedrijf is. Dus ja, heel kort op de bal zitten, gaan met de banaan. Dus daar zitten de verschillen. Ja. Ja, wat de grote overeenkomst is, is toch bij allebei zit er voor langere tijd in. Hè? En dat merk je, er is niet dat heigerige van een kwartaal wat je in commerciële of in de beursgenoteerde bedrijven vaak hebt. Dat hebben wij helemaal niet. Als we iets een goed plan vinden, dan gaan we daar gewoon voor. Dat regelen we gewoon. Dat was bij de ANWB ook. En dat wordt niet stilgezet als de kwartaalresultaten even wat minder zijn. Mooi. Ik zeg, de camera ook weer uit de boekenkast gaat er op jou inzoomen. Wat wil je collega's meegeven? Nou ja, wat ik collega's wil meegeven, vertrouw op de kracht van je eigen mensen. En stimuleer dat ondernemerschap bij je eigen mensen. En creëer ook een cultuur van transparantie en ook waarin mensen leren van elkaar inspireren. En ook leren van fouten als er dingen misgaan. Moet er geen verwijt zijn, geen hoofd eraf, maar gewoon jongens. Dit was een cursus. Hier hebben we weer wat van geleerd. Deel dat met elkaar. En dan met ambitie weer doorgaan. Helemaal goed. Ik schakel heel snel nog even naar Ben. Ben, wat moeten de heren CEO's... misschien dus ook de kijkers, hè. Wat moeten ze vooral doen? Ik zat te denken. Ik wilde met leiderschap het woord wijsheid even inbrengen. Dat je veel meer de consequenties probeert te overzien van wat je doet. Ik zal een kort voorbeeld geven. Gisteren had ik Marieke Martens, hoogleraar Autonomous Driving... TU Eindhoven. En je ziet bij auto's die zelfstandig moeten rijden heel veel regelgeving, want er mag niemand doodgaan. En je ziet met de mobiele telefoon, ja, we doen van alles. En er zitten nu allemaal consequenties van de hele digitalisering met filterbubbels en polarisatie. Want ja, weet je, we weten niet precies de consequenties ervan. Bij auto's, banken, direct consequenties. Heel veel dingen die we doen, die zien we niet. Dus de consequenties van je acties, dat je die veel dieper en verder doordenkt dan van, ja, de business case is goed, ja, de mensen zijn blij, ja, de klant is blij, klaar. Nee, de unintended consequenties, dat we daar ook daarover na gaan denken. Dus nadenken. Ja. Helemaal mooi. Ik zeg hots. Ja, hartstikke leuk dat je dat zegt, Ben. Want ik zat ook na te denken van wat zou je nou eens beschouwend kunnen vertellen over zo'n uitzending. Hè? Wat is hier dan bijvoorbeeld een rode draad? En die wijsheid, hè, zeker als het gaat over het denken over een totale keten, dus vanuit de achterkant naar de voorkant, is volgens mij eigenlijk bij niemand beter in handen dan bij de CIO. Die juist getraind is om altijd kwesties en gevolgen van acties op de lange termijn in te schatten. Op de hele lange termijn zelfs. Ja, precies. Ja, dus ik denk dat ook als je praat over eigenaarschap, over end-to-end caters, als je praat over eigenaarschap, over van wie is die klant nou uiteindelijk, denk ik wel dat dat bij de business ligt. Maar vlak de CIO niet uit in de wisselwerking om die zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen. En ik denk dat de CIO ook echt een rol heeft om te stimuleren in de organisatie dat er slimmer gewerkt wordt. Hè? Want je ziet dat vaak wordt als oplossing voor een probleem gezien. Harder werken. Ja. En ik denk echt dat dat een doodlopend pad is. Dus we zijn natuurlijk intelligente wezens, we zijn creatieve wezens, we kunnen goed samenwerken. Dus we moeten veel slimmer werken. En veel problemen zijn door slimmer werken veel beter op te lossen. Ja, precies, dan harder werken. Dat is veel meer dan alleen maar een fancy voorkant. Ja, zeker. Ja. Ik zeg slimmer,
dat is misschien wel het antwoord voor vandaag. Ik ga iedereen bedanken voor vandaag. Peter, Teun, Marco en uiteraard Ben live. Volgende week doen we meer gewoon even invliegen, zoals dat heet. Dank jullie voor jullie komst. Uiteraard krijgen jullie geen gebruikelijke fles wijn, maar de gebruikelijke doos soep mee. U kent ons social credo, oftewel wij proberen de verspillingsfabriek daarmee in termen van waste wat te ondersteunen. En het wordt herfst, dus een soepje, dat zal waarschijnlijk niet misstaan op de tafel. Wat gaan we volgende week doen? Volgende week is een interessante week. Dan is de Data Week in Den Bosch. Jazeker, dames en heren. Dat is een goed initiatief. Den Bosch kennen we natuurlijk als een zeer Bourgondische stad. Ook nog wel van jazz in Juketown en dat soort zaken. Maar dit initiatief dat loopt al een aantal jaren, de Data Week. En dat brengt burgers, consumenten, onderwijs, overheden, bedrijfsleven allemaal bij elkaar om binnen de stadsgrenzen het onderwerp data te faciliteren. En ik zal maandagmiddag, als ik me niet vergis, ergens einde dag, 4:30, 5:00, daar nog een sessie voor mijn rekening nemen om te modereren, zoals dat heet. En wij zijn natuurlijk dan weer gewoon op vrijdag 30 oktober. Heb ik nog een uitrootje? Ja, dat hebben we. We hebben de nominaties van de CEO of the Year Award 2020 bekendgemaakt. Inmiddels zijn de heren CEO's van Picnic, UMC Utrecht, PostNL en Dame Shipyards denk ik al druk aan het voorbereiden. Want uiteindelijk komen straks natuurlijk ook de jurymeeting en de pitches voorbij. En dan heb ik het over de pitches voor CIO Day. En wat gaan we met CIO Day doen? Ja, dames en heren, die gaan we volledig virtueel draaien. Maar wel op een live stage. Oftewel, we gaan live broadcasten vanuit Studio 21 in Hilversum. Waarin wij met COTV en tabletalks en keynote speakers en breakout sessies. Dat allemaal gefaciliteerd door een super, super integraal en interactief digitaal platform. Om duizenden mensen te kunnen hosten door heel Europa heen. Oftewel, CIO Day gaat een spektakeltje worden. Betekent dat voor nu? Ik zeg, stay safe, stay healthy. Tot volgende week. As the world begins to reopen the workplace, ServiceNow is helping customers make sure going back to the workplace works for everyone. Introducing the Safe Workplace Suite, specifically designed to help ensure the health and safety of your workforce and workplace. All housed in a single dashboard to give you a comprehensive look into everything you need to know. And it's available now, out of the box, powered by the Now Platform. Organizations need to blend the concepts of social distancing, infection prevention, remote working, and employee mobility into the very fabric of the modern work environment. The Safe Workplace Suite manages workflows for a safe return process, including workforce readiness surveys, PPE inventory management for automatic replenishment of safety and sanitation products, employee health screening, workplace reservations, distancing floor plans, and automated cleaning tasks. Should transmission of the virus occur, the data-driven contact tracing application helps identify affected people and mitigate the ongoing exposure risk. And the employee travel safety application supports safe business travel in the new normal, ensuring employees feel comfortable and safe while traveling. Together, we can make sure that returning to the workplace works for everyone. That's the power of the Now Platform.